ziet daar ook dat daar ontbreekt. Sadio Mané, de grote sterspeler, is geschorst voor de eerste wedstrijd. En dus staan zij met z'n tweeën. U zag ze wellicht al door uw beeld gaan. Tanzania. En nu dus Tanzania onder zijn hoede. Twee. Ze staan hier vooral te dromen via Fei Toto. En dus de eerste grote kans voor Senegal. Ook nog een herkansing. Goeie redding van Manula. Aishi Manula, de doelman van Tanzania. Ja, daar staat Fei Toto. Dan lopen ze elkaar aardig in de weg. Sar op aangeven van Wage. Staat ook Selmi. Nou, dat had ook wel meteen een kaart komt. Zoveel spelers tegelijk op de af. Dat is helemaal niet. Tanzania. Morris. En weer de vrije ruimte. Nu is het raak, wilde ik zeggen, maar zo is het niet. Jan, ik zei net. Die daarna pijn had. Aanvallende middenveld ook. Goed, Lagé. De bal is door het effect ook binnengebleven. Samatta met de vrije trap. Op het hoofd weer is het Fei Toto die die fout maakt. En dus komt er weer een kans. Gedaan van de doelman. Terwijl ze elkaar daar zodanig onheus bejegenen dat die ingreep eigenlijk niet meer gaat voeren. Goede stevig ingreep. Nou, wat gebeurt daar zeg? Die bal draait. Boudatir is de man die dat probeert. Raak. Oh, in zijn enthousiasme maakt hij daar bijna een grote fout. Maar Manula maar wordt gered. Dat was van Jondani. Sané pijngedrijvig en gevaarlijk. Tikt de bal nu goed door naar Keita. Keita er handig omheen. Krijgt hem voor Morris iets kan doen. Toch nog goed voor. Morris staat achter. Senegal met twee man minder. Via Koulibaly. Nee. En nu. Stond daar niet voor niks. Is dat geen buitenspel? Ja. Het is goed gespeeld, snel gespeeld. En nu dan, wel raak. Nu is het wel raak. Via Manula. Keita is de man die hem uiteindelijk binnen weet te werken. En dat is gezien het spelbeeld ook allemaal logisch en verdiend. De opluchting is groot omdat het tamelijk vroeg in de wedstrijd gebeurt. En je kan hem maar binnen hebben. Kijk naar eerder vandaag naar Marokko. Hoe langer het duurt, hoe moet. Nou, nog maar een keer. En omdat de slordig verdedigd wordt, komt er een half kans. Oog voor de medespeler. Goed gedaan. En wie werkt het dan uiteindelijk af? Sar geeft aan. Balde ook goed. Nou. Een beetje wild geschoten, maar nu gaat hij er alsnog in. Als het mag tenminste. Nee, er is gefloten. Hens zouden gemaakt zijn. Door Kouyaté zou dat een man zijn die dat op zijn rekening krijgt. Namelijk kan ik me voorstellen dat hij zich opwindt over dit soort situaties. Jan komt.
loopt over. Beweringen van die jonge Diatta. Sar, ook niet slecht. Manula. De man die het meeste werk heeft gehad. En dan naast. Ja, de regie is niet altijd even attent. Excuses daarvoor, maar dat kunnen we niet. Balde. Sakun Jaye. Badouf. Jaye. Balde. Zo, wat een geweldige knal, wat een geweldig doelpunt. Diatta. Ja, daar is applaus gepast. Wat een geweldige treffer. Ja, daar kon zelfs Manula niks aan doen. En mochten ze nog een klein beetje hopen.